Goedenavond, welkom in de zaal en mensen die meekijken in de stream bij dit debat over het aanbesteden van het welzijnswerk. Gaat dit werken in Haarlem? Het is eigenlijk de eerste van twee avonden. Vanavond gaan we verhalen ophalen uit de praktijk van mensen die met welzijnswerk en jeugdzorg te maken hebben of er onderzoek naar doen. En tegelijkertijd, of tenminste over twee weken, is het plan dat we in debat gaan met wat we gehoord hebben vanavond met raadsleden van de gemeenteraad in Haarlem. In het kort gaat het erom dat we willen kijken van, nou ja, het idee was een aantal jaar geleden van als we zorg gaan uitbesteden of welzijnswerk gaan uitbesteden, dan leidt dat ertoe dat we gaan besparen en dat de zorg beter wordt. Nou, we zijn inmiddels een paar jaar verder, dus we kunnen een beetje de balans opmaken. De avond duurt iets meer, duurt een uur en een kwartier zo ongeveer. En we beginnen, ik lees ook netjes door wie er in de volgorde van opkomst. Saskia Batenburg is iemand van Sociaal Wijkteam in Zaandam. Die zien we via de film, want ze kon vanavond niet aanwezig zijn. Maar dan gaan we in gesprek met Jos van der Lans, cultuurpsycholoog zie ik en publicist. Hij heeft zich onder andere ook inderdaad verdiept in die aanbesteding in het welzijnswerk en de zorg. Daarnaast zit Margot Smolenaars, lid van het onderzoeksteam van Follow the Money. En jullie hebben gekeken van ja, wat is er nou eigenlijk en hoe zit dat nou eigenlijk met die bestedingen? Komt het geld wat de gemeenten uitgeven, wordt dat ook op een goede manier bekeken? Nou, dat vertelde je net in het voorgesprek. Het is een hele puzzel om dat boven water te krijgen. Van de meer dan 300 gemeenten hebben 34 gemeenten laten zien hoe het ervoor staat. We hebben ook in een filmpje, en dat duurt ongeveer 9 minuten, Tim Robbe. Hij is advocaat en hij adviseert gemeenten over aanbesteding, maar is tegelijkertijd ook behoorlijk kritisch. En geeft ook aan van, wat mogelijke alternatieven zijn. En dan sluiten we af het rijtje sprekers met Jantien van Oppen. Zit helemaal aan de andere kant, vertegenwoordiger van de FNV. Zij onderhandelt mee over de cao's in het sociaal werk. Nou, dat betekent dat we met een redelijke rij met gasten. Dat betekent dat we het tempo hoog houden vanavond. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er ruimte is voor vragen. Heeft u vragen terwijl u mee zit te kijken in de stream. We hebben iemand klaar zitten die stream in de gaten houdt, die ook een microfoon heeft. Dus als u een goede vraag heeft, kan hij hem stellen. En in de zaal, mocht u een vraag hebben op momenten dat er zijn, kunt u ook aangeven aan wie u een vraag wil stellen. En dan loopt Arno rond met een microfoon op veilige afstand, zodat u het ook kunt doen. Dus nou ja, we gaan van start. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen het verhaal even met een verhaal uit de praktijk. Het duurt ongeveer 12 minuten. Het is niet een flitsend gemonteerd filmpje, want in deze tijd doen we ook veel interviews via Zoom. Het is een Zoom-interview met Saskia Batenburg. Zij is sociaal werker van het wijkteam in Zaandam. En in die gemeente hebben ze ook al een aantal jaar ervaring met de aanbesteding in het sociaal domein. Dus daar gaan we nu eerst naar kijken. Nou, mijn naam is Saskia Batenburg-Jong. Ik ben woonachtig in Zaandam. En ik ben sinds 2009 in dienst van de gemeente Zaanstad. En sinds 2013 verbonden aan het sociaal wijkteam hier in Zaandam. Ik kom uit de zorg. Ik heb heel lang in de wijkverpleging gewerkt. Een aantal leidinggevende functies gehad. Toen kwam ik bij de Rio Zaanstreek indicatiestelling. En van daaruit WMO en sociaal wijkteam. Nou, wij deden vanuit de WMO al spreekuren in de wijken. Hè? Dus proberen mensen zo laagdrempelig mogelijk te kunnen spreken. Daar zijn we toen een apart team gestart binnen de gemeente. Het omdenkteam heten we ook. En toen gingen we ook echt met mensen veel meer kijken naar wat kan nu nog wel zelf, wat gaat wel goed. In plaats van dat je altijd ingaat op wat er niet goed gaat. En van daaruit was eigenlijk vanuit de gemeente zoiets van, ja, we willen toch gaan kijken, kunnen we een sociaal wijkteam gaan opzetten en we willen een pilot. Dus ik werd 2 dagen per week verbonden aan die pilot. En die andere 2 dagen bleef ik gewoon vanuit de gemeente WMO aanvragen oppakken. En wij zijn toen gestart met een best wel groot team. Met maatschappelijk werk, mensen vanuit de psychiatrie, mensen vanuit schulddienstverlening. Dus we hadden een heel gemalleerd gezelschap die allemaal vanuit hun eigen organisatie kwamen. Ook welzijnsorganisaties. En nou, wij geloof dat we begonnen met iets van 24 mensen.
Dus een heel breed gezelschap, super gemotiveerd. Allemaal hele leuke mensen die echt zagen van ja, het kan ook anders. Ik denk dat het goed is dat er één loket komt in de wijk waar je met al je vragen terecht kan. Dus het was letterlijk pionieren. En we hebben toen de werkwijze ontwikkeld. Dus echt vanuit generalistische intake werken. Ja, van daaruit op huisbezoek, erop uit, erop af. We hadden een bakfiets waar we mee de wijk in gingen om bekendheid te geven aan het wijkteam. We deden heel veel avonden, voorlichtingsavonden geven aan de wijk, waar ligt de behoefte. Je zag eigenlijk meteen al dat vanuit de wijken hele positieve reacties kwamen. Dat mensen iets hadden van eindelijk is iemand gewoon die met woord staat in plaats van dat ik naar hokje moet bij het gemeentehuis. Dus ja, ik kan me herinneren, die avonden ontzettend leuk waren. Heel inspirerend. Ja, en dan heel veel netwerkpartners aangingen haken. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. En bij ons was het na de eerste 2 jaar kwamen we in aanbesteding. Toen had de gemeente iets van, nou, het is heel succesvol, we gaan het uitrollen. En toen kwam de eerste aanbesteding. Dus als jij als nieuwkomer komt en zegt, nou, ik kan dat veel beter en vooral voor minder geld. Ja, dan ben je als blijkbaar heel aantrekkelijk. En dat vonden wij heel zuur, omdat we 2 jaar lang heel hard gewerkt hadden. Heel veel op de rit hadden. Echt een mooi concept neergezet. Ja, en toen werd ons team gehalveerd. Mensen gingen weer terug naar hun eigen organisatie. Dus dat was toen al, vond ik, heel heftig. Ja, kijk, wat we natuurlijk voor ogen hadden, was in eerste instantie een laagdrempelig inloopgebouw. Hè? Van dan kun je iedere dag terecht met al je vragen. Niet alleen voor de WMO, maar heel breed. Mensen hadden daar contactpersonen en op ene vielen die weg. Op ene was het van, ik noem maar even een naam, waar is Truus op ene? Ja, Truus is er niet meer, dus ze heeft nu weer een ander. Nou, dat doet iets met de burger. Hè? Als je eindelijk de stap neemt om ondersteuning te zoeken en je hebt een vertrouwensband met iemand opgebouwd en die is dan vervolgens weer weg. Ja, dat doet iets met mensen. Dat doet ook iets met vertrouwen in een wijkteam. Dus we hebben in die tijd heel veel mopperende mensen gehad. Dat was wel heel, heel negatief ook. Er ontwikkelde zich ook meteen een wachtlijst, wat natuurlijk vertaalt in negativiteit vanuit de wijkbewoners. Ja, dat waren we niet gewend en nu moeten we opeen op een wachtlijst. Wat voor mij in ieder geval, en dat zag ik bij collega's ook gebeuren, je motivatie is gewoon dat moment echt weg. Dat je denkt, jeetje, we hebben 2 jaar lang zo hard geknokt. Nou, blijkbaar wordt het niet gezien, want het is niet belangrijk. Het gaat er nu om, er komt een nieuwe speler in het spel die zegt het beter te kunnen doen. Nou, dat vond ik ontzettend heftig. Zoek. Ik had echt zoiets, ik wil een coach om weer die positiviteit en die gedrevenheid terug te krijgen. Want die was ik echt kwijt. Tijdelijke contracten, want daar hadden ze eigenlijk al een beetje berekend. Ja, hè, we gaan kijken of die aanbesteding, ja, en dan hoeft het contract niet meer te verlengen. En dat waren er geloof ik 4 wel. Toen mochten we voor 4 jaar aanbesteding. Dus toen hadden ze even wat meer lucht. Nou ja, 4 jaar is in principe ook weer zo om natuurlijk. Dus aanbesteding nummer 2. En toen raakten we het kwijt. Degene die overbleven moesten solliciteren. Ook ik. Terwijl ik er al 6 jaar zat. Als ik me terugkijk op begin 2019 was echt drama. Veel zieken. Mensen die echt alleen maar liepen te huilen. Heel verdrietig. En boze wijkbewoners. Heel veel boze wijkbewoners. Ja. Middels een detacheringsovereenkomst worden wij uitgeleend vanuit de gemeente. En eerst was die afgegeven voor 2 jaar en nu iedere keer maar voor 1 jaar. Dus mijn contract loopt ook einde van het jaar af. Wat ook heel veel onrust geeft, dat ik denk, stel dat ik... Ik kan blijkbaar ook op een of zomer niet meer verlengd worden of zo. Dat zijn wel dingen die je achterhoofd spelen. En het gros van de mensen die zijn met pensioen gegaan of hebben een andere baan. Ja, daar mag een wijkteam zelf iemand voor in de plaats nemen. Ja. Het is een beetje sterfhuisconstructie, heb ik het idee. Vanaf 2015 de nieuwe WMO. En die vind ik heel fijn, want dan hebben we het over maatwerk.
Dat je per individu kijkt, wat is hier nou nodig? Voorheen was het toch wel heel erg, moet in een bepaald rijtje passen. Hè? En ik hou juist wel heel erg van out of the box denken. En wat heeft iemand, waar is iemand nou daadwerkelijk mee geholpen? Binnen of buiten de WMO? Mijn ervaring is tot nu toe, ook uit de andere teams, dat er heel snel gezegd wordt, ja, maar als u dit en dit en dat niet heeft, heeft u er geen recht op. Terwijl ik heb geleerd dat je in een generalistische intake met mensen in gesprek gaat. In plaats van dat je meteen zegt, u heeft nergens recht op. En dat is een kwestie van een gesprek voeren met mensen. Kijken waar ligt nu het pijnpunt en waar ligt het ondersteuningsvraag. Ja, en dat vind ik heel zorgelijk. En die zorg heb ik ook meerdere keren geuit bij de gemeente. Dat ik denk, ja, er zitten nu mensen op plekken die de kennis niet hebben. Wijkbewoners voelen zich niet gehoord. Blijven vervolgens met een vraag of een behoorlijk probleem zitten. Ja, er zijn nog steeds heel veel netwerkpartners. Maar die klagen zich op dit moment ook bij de gemeente dat we gewoon slecht bereikbaar zijn. Dat we een lange wachtlijst hebben, mensen veel te lang op een vraag of een antwoord op hun vraag moeten wachten. Ja, en ik merk dat we, daar hebben we heel veel slagen in gemaakt, in dat wat out of the box denken. En ik merk dat nu nieuwe medewerkers, maar ook mensen bij de gemeente, echt weer terug naar af, echt weer naar dat hokjes denken, naar dat rechtmatigheid, van het moet allemaal wel, nee, je kijkt per individu, wat is hier nodig? Weet je, volgens mij is dat bij wit nog steeds vastgelegd. Dus het gaat om maatwerk. Nou, wat mij betreft gaat het ook om. Kijk, dus heel, die hele teams zijn leeggelopen, hè, met die aanbesteding. Er was bij de laatste aanbesteding, ik meen in twee teams waren er nog maar, was één of twee vaste medewerkers. Dus allemaal nieuwe mensen bijgekomen. Ja, en de WMO is ingewikkeld. Duurt echt gemiddeld wel een jaar voordat je echt alle kennis en know-how in huis hebt. Kijk, wij hoeven in principe, wij nemen het besluit, hè. Je moet het natuurlijk wel goed kunnen motiveren waarom je iets afgeeft. Maar er wordt verder niet vanuit de gemeente bij ieder dossier gekeken. Hey, hoe ben jij tot dit besluit gekomen? Dus dat betekent dat je heel makkelijke indicaties kan afgeven. Ik heb best wel regelmatig bezwaar. Omdat mensen hebben ook het recht om dat te doen. Omdat ik dan op zoek ga naar binnen de WMO. Heeft u er geen recht op? Maar ik ga wel kijken wat is er op ander vlak voor u mogelijk. Het gesprek moet durven aangaan, dat je het moet kunnen uitleggen. Nou, ik zie bij heel veel collega's elders, maar ook bij ons wel, dat dat heel lastig is. En denk ik van, dit is iets wat bij wet geregeld is, hè, voor mensen met een beperking, die al achterstand hebben in de maatschappij, die eigenlijk, nou ja, vind ik nog steeds serieus genomen moeten worden. Ja, als je dat gaat uitbesteden aan commerciële partijen, dan denk ik, ja. Nee, dat vind ik geen goede zet. Nee. Ja. Dus als we het hebben over besparing, nee. Het grappige was dat we toen de tijd begonnen en eigenlijk was vanuit de wethouder ook meteen gezegd, zo min mogelijk op kantoor, huppatee, in gesprek met die mensen in die wijk. Nou, nu is het andersom. We zitten meer op kantoor dan dat we in die wijk bezig zijn. We kijken naar cijfers en niet naar wat er achter die cijfers staat. Er zou ook na twee jaar, na de afgelopen aanbesteding, zou er een evaluatie plaatsvinden. Daar weten we helemaal niks van. Worden wij niet in betrokken. Volgens mij waren we toen nog met z'n 15 of 16, maar non was er toen ook nog. En we zitten nu, denk ik, met de teamleider mee op 9. Dus we zijn best wel, nou, iets minder dan de helft kwijtgeraakt. Ja. En het werkt hetzelfde en de hoeveelheid werkt hetzelfde. En dat resulteert in een lange wachtlijst. Ik voel me maatschappelijk heel erg betrokken. Ik ben al 8 jaar betrokken bij deze wijk. Ik ken heel veel bewoners inmiddels. Maar de manier waaronder wij moeten werken, dat demotiveert heel erg. En ik haal daar niet meer mijn voldoening uit als dat ik ooit had. Ja, als je aanbesteedt, moet je een offerte maken. Waarin je zegt wat je gaat doen. En waarin jij zegt van daar zit een besparingsonderdeel. Met name bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, is het opzetten van voorliggende voorzieningen. Hè, zodat mensen niet binnen de WMO aanvraag hoeven te doen. Nou, daar ben ik heel groot voorstander van. Ik denk ook dat daar nog een heel gebied ligt. Alleen, dat betekent investeren. Dat betekent onderzoeken, tijd en energie in stoppen. Wat uiteindelijk op termijn zich vertaalt in minder indicaties.
Maar omdat we de tijd niet hebben en niet krijgen, nou, geef ze maar af. Hup, de volgende. Ik doe het zelf ook. Maar wat ik gewoon wel van belang zou vinden, is kijk naar wat er aan investering gepleegd is. Hè? In plaats van dat je dat aan de kant zegt. En nou, dan komt een nieuwkomer en die zegt het beter te kunnen doen. Dat is funest voor de medewerkers. Dat is ziekmakend. Dat is demotiverend. Moet je gewoon niet willen. Moet je echt niet willen. Jos, een eerste reactie. Het verhaal wat we net horen is van iemand uit de praktijk, Saskia Batenburg. Als ik dat zo hoor, dan kan ik weinig positiefs vinden in haar verhaal. Dat idee van dat aanbesteden. Ja. Zoals zij het vertelt, denk ik, dat kan bijna in de praktijk niet goed gaan. Ken jij voorbeelden dat dat wel werkte? Nou, ik heb niet de kaart van het hele land in mijn hoofd. Kijk, we zijn er al 25 jaar mee bezig. Dus het zal niet overal tot een drama hebben geleid. Maar wat zij nu vertelt is wel een signaal wat je bijna in elke gemeente kan ophalen. Dus wat we zien is eigenlijk een soort optelsom van al die ervaringen van die 25 jaar. Eigenlijk steeds meer in een soort ja, professionele onvrede leidt van, nou ja, er hangt altijd een onzekere wolk boven het bestaan. Het werk wordt steeds meer gedisciplineerd. Er komen eisen van buiten, terwijl het idee was dat we maatwerk zouden kunnen leveren, dat we tijd zouden hebben voor mensen. Maar we hebben eigenlijk steeds minder over te vertellen, omdat de krachten van buiten, en dat zit natuurlijk in die logica van het aanbesteden, hè, want de mensen die hebben een soort offerte waarin ze ook zeggen, dit gaan we presteren, dit gaan we doen. Dus dan komen ook de managers van buiten binnen die dat dan gaan aansturen. Dus je krijgt een totale vervreemding en discontinuïteit van het werk. En dat signaal dat je door haar heel goed ziet. Je ziet het fysiek aan haar bijna. Ja, ja, ja. Kijk, en dat is ontzettend riskant. Want dit is heel belangrijk werk. Dit is het werk in de frontlijn van de samenleving. Bij mensen die vaak kwetsbaar zijn of een beperking hebben. Die steun nodig hebben. Waar je eigenlijk ook, zij hadden het over het voorliggende veld. Dus andere mensen moet mobiliseren om mee te werken. Om die mensen mee te laten doen. Als je dit zo organiseert. Ja, welke jongere van 18 gaat dit werk dan doen? Weet je, je haalt dus ook de hartstocht er was. Dit is sociaal werk, is ook werk met passie, met liefde. Je wil iets voor de andere mensen betekenen. En je wil niet een soort dienaar zijn van de bureaucratie of een pion op het bord van een manager. En dat is natuurlijk wat steeds meer gebeurt. Weet je? De energie die in die organisaties heen gaat, of weggaat of wegloopt met. Ik moet nu iets registreren of ik moet weer wat anders doen. Of ik weet niet of ik heb een tijdelijk arbeidscontract. Want ja, die werkgevers die denken, ja, misschien ben ik over 3 jaar het werk kwijt. Dus ik kan jou niet een fatsoenlijke arbeid. Dus die werkt ook nog flexibilisering in de hand. Ja, dat is natuurlijk gewoon de charme uit dat weg. En dat is natuurlijk wat nu al steeds meer bekend wordt. En de vraag van hoe kan je het eigenlijk niet anders organiseren? Welke alternatieven zijn er dan? Ja. Nou ja, hier hadden we het over 4 jaar en 2 jaar geloof ik. Dat is wel heel kort. Dus je moet in ieder geval, wat heel erg cruciaal is als het over menselijke relaties gaat, is dat je een begrip van duurzaamheid hebt. Weet je, de kwaliteit van professionals van haar is haar telefoonboekje. Of haar boekje, dat is een ouderwetse term, maar haar smartphone, waar heel veel dingen in staan. Dat bouw je op in jaren. Het netwerk, ja. En als je zegt van iemand wil een voorziening, maar misschien kan die ook in de wijk geholpen worden, moet je die wijk kennen. En die wijk kennen, dat is een investering. En als je die dus, daar moet je 6, 8, 10, 12 jaar mee doen. En je kan die aanbestedingstermijnen verlengen. Ik bedoel, niemand zegt dat 2 keer, dat was natuurlijk het begin, hè, om de 4 jaar. Waarom 4 jaar? Dat is de gemeenteperiode. Ja. Dan hebben we weer een nieuwe raad en weer een nieuwe raad. Dus dat is maar dan wordt het eigenlijk een soort politiek besluit. Je ziet al vooral allemaal uitgetrekt. Het wordt naar 9 jaar. 10, volgens mij kan het zelfs langer. En dan kan je ook andere evaluatiemomenten inbouwen. Je kan het bestek anders schrijven. Dus er is wel ruimte om daar veel meer aan te doen dan, laten we zeggen, echt die kille, procedurele. Ik ken echt voorbeelden waarin partijen uit een stad zijn geweerd
op basis van een soort tellijstje, waarin dan uiteindelijk de partij die het al 8 jaar deed, op 0,2 punten het verloor van een partij die van buiten kwam en nog nooit een stap in de stad had gezet, bij wijze van spreken. Maar dat is een van de zorgen die je ook hoort, is dat het gaat niet alleen omdat het partijen van buiten zijn, dat het commerciële partijen zijn. Terwijl ik eigenlijk denk, van ja, een commerciële partij is gericht op het maken van winst, daarom ben je een commerciële partij. Maar dit werk leent zich helemaal niet voor het maken van winst. Want het gaat om een lange termijn investering. En het kan zijn dat je die ene man, dat de kunst is dat hij nu zijn huis uitkomt. Ja. En helpt in de buurtuin. En die gaat niet terug naar een betaalde baan, want dat kan hij niet meer. Nee. Dus het lijkt ook dat het type werk wat het is, dat zich dat niet laat matchen met het idee van aanbesteden, van nou ja, het maximale leveren voor zo laag mogelijke kosten. Ja, nou ja, kijk, het aanbesteden zelf is natuurlijk een instrument wat uit de sfeer van de economie komt. Het is, voor zover het uit Europa komt, is het natuurlijk dat met de gedachte dat dus al die Europese staten en al die markten een gelijk, een level playing field, waarin de partijen op gelijke voorwaarden concurrentie konden aangaan. Ja, en bij bouwen gaat het ook prima. Bij bouwen is het ook vaak lastig en lopen de kosten ook enorm uit de hand. Maar goed, die trein kan je meestal niet stoppen als het halve gebouw er staat en de aannemer is failliet. Moet het toch afgebouwd worden. Dus en je ziet dus eigenlijk in toenemende mate dat die rationaliteit, die dus zich uitgedijd heeft over alles wat de overheid moet inkopen, ja, dat die dus gewoon, dat die daar niet op past, weet je. Dat gewoon geen, nou ja, je zegt het zelf, dat het geen fit is. Dus moet je op zoek gaan naar een rationaliteit, een bestuurlijke rationaliteit, die past bij de kwaliteit en het domein wat je wil besturen. Dus dat is natuurlijk ook de taak van lokale politici. Ja. Dus op basis van je eigen beoordelingen en je eigen merites, zeg maar, proberen die kwaliteit van dat welzijnswerk en van de WMO in jouw stad zo goed mogelijk te doen. En eigenlijk zeggen politici ook vaak, doordat ze zich overleveren aan procedures en aan reglementen, stellen ze zichzelf ook buiten. Ja, want ze weten er niet genoeg van. Nou ja, of ze zeggen, ja, we hebben daar niks mee te maken, want het is in een procedure gegoten. En ja, wij kunnen er verder niks aan doen. Ze zetten zich dus buiten het sociaal domein door een procedure te accepteren, ja, waar ze vaak ongelooflijk ongelukkig van zijn met de uitkomst. Ik kan je zeker 5 gemeentes noemen waarin de gemeenteraad met de handen in het haren zat vanwege de uitkomst van de aanbesteding op het sociaal domein. Is er eigenlijk een gemeente waar het goed gaat? Die je zou kunnen noemen? Nou, er zijn wel steeds meer gemeentes die op zoek zijn naar andere inkoopprocedures, andere termijnen uit onvrede. En het is natuurlijk niet zo dat het overal slecht gaat. Kijk, daar zit natuurlijk wel in het idee van dat je soms een veld kan opschudden door andere mensen binnen te halen. Dat hoeft niet per se heel slecht te zijn, maar dan moet je eigenlijk wel gegevens hebben of een gevoel hebben of ook professionals hebben die zeggen, ja, het is niet goed bij ons georganiseerd. Ja. Dus dan moet die stem eigenlijk ook, kijk, de burgers uit Zaanstad, die hebben natuurlijk al helemaal het nakijken bij deze procedure. Ja, die zien de ene vogel naar de andere binnenvliegen. Ja, en die, denken, die er zit is niet super gemotiveerd, want die is onzeker over zijn baan. Ja, ja. Ja. Dus, nou ja. Weet je, dit vereist dus een enorme creativiteit van lokale bestuurders om te zeggen, hé, we moeten dit domein op zijn eigen logica gaan besturen. En misschien moet je dan als gemeenteraadslid je daar veel meer mee verbinden, werkbezoeken doen, visitatieprocedures. Zet je creativiteit erop en probeer je een soort kritische partner te zijn van dat veld. Ja, en dan kan je andere verhoudingen realiseren. Het is dus niet zo dat dit iets is, de methode waarop het nu gebeurt, dat moet. Ja, want dat is heel vaak wat je in vanuit colleges hoort, dat ze zeggen, ja, dit is wat we moeten doen, want het is een Europese aanbesteding. Nee, het wordt een heel juridische. Je kan ook een subsidierelatie aangaan, die is anders. Dat heeft ook wel weer voorwaarden. En er zijn natuurlijk altijd partijen die op het vinkentouw zitten, die partijen die van buiten komen. Zo'n partij is Inclusio bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die het hele land op het vinkentouw zit om zoveel mogelijk, om zo groot mogelijk te deel van de markt. Eigenlijk schoonmakers waren dat, hè? Ja, oorspronkelijk schoonmakers. Inmiddels zijn ze al een stuk of 7, 8, 9 gemeentes
met buurteams in de weer. Dus ze hebben nu al meer expertise dan alleen het schoonmaken. Maar zo zijn ze wel begonnen. En die hebben ook het vermogen om mensen in te huren, om kapitaal te vergaren, om zo'n procedure zo professioneel mogelijk aan te passen. Ja, Ja, ik kijk ook even naar de zaal. We gaan zo meteen door naar de volgende. Ik zie nee schudden van de man achter de chat. Maar ik zie ook Arno wijzen met de vinger naar iemand die een vraag zou willen stellen. Dus, Ja, ik wil graag een vraag stellen. Ik zal ook zeggen wie ik ben. Ik ben Godfried Lambrecht. Ik ben directeur dienstverlening van DOC. En wij hebben wijkteams in Zaanstad. Ja. En wat ik ingewikkeld vind aan het gesprek is zeg maar het beeld wat neergezet wordt. Ten eerste, DOC is een stichting zonder winstoogmerk. Dus wat u al zegt, eventjes van die bedrijven die binnenkomen om winst te maken, dat geldt niet voor DOC. Voor DOC. Dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het ook belangrijk om aan te tekenen dat wij natuurlijk in zo'n situatie in Zaanstad offertes uitbrengen. En dat wij dat doen, gegeven de budgetten die de gemeente ter beschikking stelt. En daarvoor vinden wij dan inderdaad dat wij goed werk kunnen leveren. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk heel vaak goed en af en toe ook niet. Hè? Dus dat het dan in een team even wat moeilijker loopt. Of dat het is ook zo, een beeld wat ook neergezet wordt van ja, als er dan zo'n aanbesteding geweest is, moet iedereen weg en komen er allemaal nieuwe mensen. Daar wil ik me ook echt gewoon tegen verzetten, tegen dat beeld wat er is. Hè? Het is natuurlijk wel zo dat naarmate de eindtijd van een contract dichterbij komt, dat het ingewikkelder is om langdurige arbeidsrelaties aan te gaan. Maar eigenlijk kan je dat ook weer niet permitteren, omdat je wel gewoon moet blijven leveren tot de laatste dag. Dus je moet wel gewoon een aantrekkelijk werkgever blijven. En ik denk, ja, ik heb zelf heel erg de behoefte om zeg maar de manier waarop de overheid opdrachten in de markt zet of zelf doet, hè, te scheiden van vraagstukken over kwaliteit, over de verbinding met de bewoners. Kijk, als straks het contract, 8-jarig contract in Zaanstad afgelopen is, zijn er gewoon mensen van DOC die 12 jaar in Zaanstad werken. De gemiddelde baanduur in Nederland is, geloof ik, heet de vakbond beter, maar 7 jaar. Dus dan denk ik, dan als je dat, dan doe je het op dat vlak natuurlijk, heb je best wel wat te bieden. Dus ik vind het beeld eenzijdig, zeg maar, wat neergezet wordt. En ik zou het graag uit elkaar trekken van wordt er nou gewoon. Hè, ik heb het over welzijn, hè, en expliciet even niet over jeugdhulp, wat ook wel genoemd wordt. Denk ik, en jongerenwerk dus, gewoon opbouwwerk, wijkteams. Ja. En uw vraag, want u had ook een vraag, zei u, dus ik wil graag een vraag stellen. Ik had vooral, ik heb behoefte aan een genuanceerde beeld daarvan. Dus misschien is mijn vraag aan Jort van der Lans dan wel van herken je dat het genuanceerder is? Dat gemeentes ook op dit moment kiezen voor langere contracten. Hè? Dat is echt wel een trend die op dit moment gaande is. Die er dus ook wel een beetje een aantal van de kortademigheid, waar wij natuurlijk ook niet op zitten te wachten. Hè? Dat is niet alleen maar iets wat waar de bewoner last van heeft of waar de werker last van heeft. Heeft de organisatie ook last van. En nou, dus ik denk van, nou, wie zie je dat ook? En is het ook niet verstandig voor het debat om het uit elkaar te trekken? Aan de ene maar wat kant dan uit elkaar trekken? Dat begrijp ik niet zo goed. Want het is niet voor niks dat de gemeenten naar een langere termijn gaan. Het is niet voor niks dat bewoners zeggen, ja, ik zie eigenlijk helemaal, ik zie steeds, of ik zie iets anders. Ik bedoel, die procedure, daar gaat het natuurlijk om. Ja. De aanbesteding als model, hè, als een economisch bestuurlijk instrument, ja, dat piept en dat kraakt. En ik begrijp best dat vanuit DOC het idee is, nou, dat moet misschien heel genuanceerd verteld, omdat je natuurlijk een van de partijen bent. Maar als je over de hele linie kijkt, dan is het niet voor niks dat de meeste gemeentes bezig zijn om die inkoopprocedures te veranderen. Juist om vanwege dat piepende en krakende karakter. Dus ik zie eigenlijk niet in wat er nou uit elkaar gehaald moet worden. Nou, ik denk dat die kortademigheid, hè, zal ik het zo samenvatten? Ja. Ik noem dat altijd georganiseerde discontinuïteit. Ja, okay. Dus vanuit het bestuur discontinuïteit. Ja, okay. Nou, zeg maar, de analyse dat die kortademigheid, hè, en zeker waar bijvoorbeeld soms sprake is van contracten van 2 jaar, hè, dat is niet goed. En je ziet ook dat daar een verandering in gaande is en dat is heel verstandig. Ja, maar dat zegt, zijn we het daarover eens? Nee. Ja, maar dat zegt niet zoveel over hoe een organisatie die zeg maar wiens bedrijf het is om welzijn aan te bieden aan bewoners in steden,
in de Randstad, zoals Doc, zijn werk doet binnen kaders die er daarvoor zijn. Het overgrote deel van de medewerkers van Doc is langdurig verbonden aan de wijken. Is zeer betrokken bij het werk wat ze doen. Zijn uitstekende professionals die beschikken over uitstekende netwerken in de gebieden waar ze werken. En ik zou zeggen van als je nou wil werken aan die kwaliteit van welzijn en ook de ongemakken waar Saskia het over had, wil voorkomen. Hè? Ik ga natuurlijk niet de discussie aan met de video, hè, dus ik neem ze gewoon even, hè, de ongemakken waar Saskia het had, om dat te voorkomen. Laten we daar onze aandacht op richten. En dat gaat makkelijker, dan ben ik weer terug bij jouw verhaal, als die kortademigheid uit die processen gaat. Ik denk dat dat dus in eerste conclusie is van als je gaat kijken naar de procedures die lopen of de termijnen waarvoor aanbesteed wordt, dat lucht zou kunnen bieden als die termijnen langer zijn. Ja. In het kader van de tijd ga ik door naar de volgende gast. Dankjewel Jos tot nu toe. Blijf gezellig zitten, je mag blijven reageren. Margot, jij werkt voor Follow the Money en jullie zijn vorig jaar januari, vertelde je net, begonnen om te kijken van ja, hoe zit het nou met die bestedingen in de jeugdzorg. Kun je kort iets vertellen waarom jullie dat onderzoek naar jeugdzorg zijn gestart? Ja, dat kan ik. We zagen natuurlijk dat de kosten enorm, de uitgaven enorm stegen. Het aantal kinderen dat in jeugdzorg terechtkwam ook. Maar wij hebben ons de vraag gesteld, waar gaat dat geld eigenlijk naartoe? Wie profiteert hier? Wie verdient hier geld aan jeugdzorg? Want ik herken wel wat Jos net vertelde. Ik bedoel, in Noord-Holland is het voorgekomen dat een grote gesloten jeugdzorginstelling een aanbesteding verloor. Die werkte daar al 10 jaar naar volle tevredenheid van cliënten. Een gesloten jeugdzorg is echt de intensive care van jeugdzorg. Het zijn kinderen met ernstige problemen. Daar moet je niet mee slepen. Mm-hmm. Is toch gebeurd. Is naar een partij gegaan die de zaken niet op orde had. Waardoor kinderen in een afbraakpand terechtkwamen. Waar ze met de bouwvakkers samen, zonder goede ruimtes om die kinderen goed te kunnen helpen. Medewerkers waren niet voorbereid. Ja, het is echt, dat is een ramp. Dat is echt een ramp. Mm-hmm. En dat mag gewoon niet gebeuren. Ja. Maar wij zijn dus gaan kijken, hoe geven gemeenten hun geld aan jeugdzorg uit? Welke keuzes maken ze daarin? En wat we ontdekten is dat zeker in de beginjaren 2015, 2016... gemeenten eigenlijk geen idee hadden. Er zijn nauwelijks cijfers. Sowieso is er nauwelijks betrouwbare data over jeugdzorg beschikbaar. Dat begint nu de laatste 2 jaar een beetje te komen. Daarvoor is het gewoon ja, een miljardenschip in de mist, eigenlijk vrij letterlijk. Want inmiddels zitten we op 6,1 miljard totaal aan uitgaven in jeugdzorg. Ja. Terwijl we met 3,75 begonnen. Nou, we kunnen dus wel zeggen dat het doel van de decentralisatie, namelijk jeugdzorg goedkoper, efficiënter, dichter bij de kinderen, ja, dat, ik denk niet dat dat helemaal geslaagd is, zullen we maar zeggen. Ja. En kunnen jullie in dat onderzoek achterhalen waardoor die enorme stijging dan veroorzaakt is? Want je zegt, ja, het is een soort schip in de mist, we hebben geen cijfers. Ik heb ook wel gehoord van, ja, jeugdzorg zijn open eindregelingen. Dat betekent dat je moet blijven betalen. Dat klopt. Want zolang als die vraag er is, is hij er. Nou, dat klinkt als een heel mooie manier om de boel uit de hand te laten lopen. Nou, het begint eigenlijk al bij de jeugdwet, die eigenlijk alle sluizen heeft opengezet en zegt, alles is jeugdhulp, we moeten alles verhelpen. Preventie hoort ook intussen bij jeugdzorg. En dat betekent dat je een potentieel enorme doelgroep aanboort. Daarnaast hebben gemeenten in de jaren 2016, 2017... een inkoopmodel omarmd, massaal, mogen we wel zeggen, 90% ongeveer. Dat heet open house. En dat betekent dat de inwoner de keus krijgt. En dat betekent ook dat de gemeente zoveel mogelijk aanbieders onder contract stelt. Ja. En in de beginjaren hebben ze daar ook vooraf weinig eisen aan gesteld. Wat je hier ook bijvoorbeeld in Haarlem ziet, meer dan 200 aanbieders. Daar kun je geen afspraken maken over wat je nou precies wil met zo'n jongere in een jeugdhulptraject. Wanneer is dat klaar? Wanneer is de jeugdhulp geslaagd? Moet eigenlijk alles wel jeugdhulp zijn? Is paardentherapie, is dat jeugdhulp of niet? Dolfijnentherapie in Curaçao komen we ook tegen. Er zijn gemeenten die betalen dat. Ja. Er zijn ook gemeenten die daar ondertussen meer paal en perk aan durven te stellen. En zeggen van nou, we betalen het als de aanbieder
kan aantonen dat het werkelijk effect heeft. Ja. En dat er niks anders is dat helpt. En dan doen we dat. Maar ja, zo is het niet gegaan in het begin, waardoor dus nu met een miljarden tekort zitten. En ik geloof 10% Nederlandse kinderen in jeugdzorg. En het gevolg is dat kinderen met relatief lichte hulpvragen overladen worden met hulp. En dat zijn ook aanbieders die op zoek gaan naar een afzetmarkt, want die zijn er. Mm-hmm. Maar kinderen met echt complexe problemen, dus die probleem op probleem op probleem stapelen, hetzij door een thuissituatie die niet oké is, hetzij omdat ze ziek zijn, psychiatrische stoornissen vertonen, die komen bijna nergens meer. Die worden bijna nergens meer goed geholpen. Het lukt gewoon niet meer. Nee, en dat is eigenlijk heel ernstig, want dat zijn de kinderen die de hulp het hardst nodig hebben. Juist, in hun vormende jaren, laten we dat ook nog even zeggen. Want dit zijn kinderen in jeugdzorg tot en met 23 jaar. Dat zijn de jaren dat je nog betekenis kan hebben. En dat je nog het verschil kan maken in het leven van een kind. En dat je kan voorkomen dat hun eigen kinderen straks wederom in die jeugdzorgcarousel terechtkomen. Dus het is heel belangrijk dat dat goed ingericht wordt. Ja. En jullie hebben ook gekeken naar, want je vertelde eerder van, ja, we hebben bij de Kamer van Koophandel gekeken naar wat de aanbiedingen zijn. Want in die eerste jaren was er nauwelijks een soort kwaliteitstoets. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je hebt bestaande organisaties die zich al lange tijd bewezen hebben, maar dat is geen generatie of garantie gebleken dat je door kan blijven gaan. Wat kwamen jullie tegen bij dat onderzoek van, wie noemt zich jeugdzorgaanbieder? We waren dus op zoek naar een aantal. Hoeveel jeugdzorgaanbieders zijn er eigenlijk bijgekomen? Ook dat is gewoon, de inspectie noemt een getal van 6000. Dat waren er voor de decentralisatie ongeveer 140. Maar het is boterzacht, allemaal gebaseerd op schattingen. Dus wij zijn op zoek gegaan in de registers van de Kamer van Koophandel op basis van de code die bedrijven zelf aangeven, waarmee ze zeggen, wij doen jeugdzorg. En we kwamen echt combinaties tegen, die bij ons wel de wenkbrauwen omhoog deden gaan. Kamelenboerderijen, steigerbouwers, caféhouders, wimperstylisten. En dat wil niet zeggen dat zij geen kwaliteit van werk leveren. Maar ja, het blijft een wonderlijke combinatie dat je dat kan doen. Maar we kwamen ook tegen bij gemeenten dat zorgaanbieders zelf aanklopten bij een gemeente en zeiden van, wij tarief wat jullie ons betalen, sorry, maar ik doe kinderopvang, naschoolse opvang voor kinderen met een probleempje. Ik hoef echt niet in dat hoogste tarief te zitten. En dat de gemeente dan zei, kunnen we niet doen, want stel dat er een jeugdzorgaanbieder komt die wil een hoger tarief, dan moeten we dat ook gaan bekijken per geval. Dus aan de ene kant is het, er is van alles mis, maar Het idee was, ik kan me herinneren, wij hebben hier volgens mij voor de start van de decentralisatie van de WMO ook een keer een debat gehad. En er was toen ook wethouder bij en er was toen ook ouders bij. En het idee was, zoals het stoef verteld werd, is van die decentralisatie van die zorg vanuit het Rijk naar de gemeente, goede zaak. Want je zit dichter bij de mensen, daar kan ik me iets bij voorstellen. En tegelijkertijd wordt het goedkoper, want je bent dichter bij de mensen, dus je hebt minder stappen die je hoeft te zetten voordat een kind de hulp krijgt die het nodig is. Ik zie je nee schudden. 6,1 miljard is niet goedkoper geworden. Is niet goedkoper, bepaalt niet. En dat is ook echt een illusie, want als je dichter bij mensen zit, dan komen er meer vragen op je af. Dat is een wet die al 50 jaar bekend is, bij wijze van spreken. Dus dichter bij zorg brengen betekent ook dat je een vraag oproept, zeg maar. Dus het idee want hoeveel miljoenen bezuinigingen waren daar niet gekoppeld aan die decentralisatie van de jeugdzorg. En het feit dat ze eigenlijk een nieuwe werkwijze moesten gaan ontwikkelen. Dus moesten innoveren in een andere organisatievorm met veel minder geld. Ja, dat is echt een parlementaire enquête waard. Elke bestuurskundige had je kunnen vertellen dat dit tot een falikante mislukking. Dat is ook wel gezegd natuurlijk, want de jeugdzorg heeft daar ook soms wel vanuit hun eigen belang enorm veel kritiek op gehad. Ja, ik wil nog even terugkomen op een punt wat je tijdens het voorgesprek noemde, Margot. Van een van de dingen die je ziet is van, de decentralisatie heeft met name voor kinderen die hele specifieke en een zwaardere hulpvraag nodig hebben, heeft dat er eigenlijk toe geleid dat ze nog minder bij die zorg terecht zijn. Komen ze niet alleen omdat de aanbieders er niet zijn, maar omdat de aanbieder ergens ver weg zit, maar dat past niet in de juiste regio. Ja. Dat is zo. Ik vind ook echt dat die zeer specialistische, de zware specialistische jeugdhulp, jeugdzorg moet ik dan eigenlijk zeggen, die moet ook niet door een gemeente geregeld worden. Dat moet landelijk beheerd worden, het moet landelijk aangestuurd worden en ook landelijk betaald. Ik vind niet dat
gemeente in staat is om, als je een kind krijgt, dat een probleem ontwikkelt. En het moet dan aan de andere kant van het land geholpen worden, want dat is vaak zo. Ja, dan moet de gemeente dus eigenlijk eerst een contract gaan afsluiten met die zorgaanbieder, als ze dat niet hebben. Dat is gek. Ja. Het kind moet dan geholpen worden en niet pas als er een contract geregeld is. Nee. Ja. Dus het hele idee van maatzorg is dat er gaat een lastige... Ik zie, we hebben een reactie vanaf de chat. Tim Robbe, die straks natuurlijk ook nog eventjes langskomt, die mengt zich ook in de discussie. En geeft ook eigenlijk aan dat de gemeente gewoon de afbakening, dat niet goed gedaan is door gemeente. En dat het daar dus ook misgaat. En Jordi, die meldt zich ook en die ondersteunt dat ook. En die zegt, er zijn eigenlijk weinig tot geen kaders, waardoor het toch ook wel niet goed gaat. Nee. En dat is specifiek de jeugdzorg? Ja. Ja. Ja, dat kan ik ook wel beamen, hoor. Gemeenten hebben veel meer zeggenschap daarover dan ze zelf vaak realiseren. Wel is het ook zo dat er zijn niet zoveel gemeenteraadsleden met expertise op het gebied van jeugdzorg. Het is ook een ontzettend ingewikkeld veld. Mm-hmm. Maar het kan zeker, het kan wel degelijk, ja. Ja, en hij merkt daarbij ook op dat die differentiatie in tarieven, dat ook eigenlijk ontbreekt. Ja. En dat het daardoor dus ook niet zo loopt zoals het zou moeten. Ja. Ja. Gaan Tim Robbe mengde zich net online al in de discussie. En het is zo langzamerhand tijd om even te luisteren naar zijn bijdrage. We hebben hem ook vorige week geïnterviewd. En Tim Robbe is advocaat, maar adviseert gemeenten ook in deze procedure als het gaat over aanbestedingen. Ja, mijn naam is Tim Robbe. Ik ben al bijna 20 jaar actief als consultant in het sociaal domein. Dus nog voordat het überhaupt sociaal domein heette. En ik heb mij vanaf dat moment eigenlijk meteen gespecialiseerd in wat nu dan heet opdrachtgeverschap, inkoop, subsidies enzovoort. En heb daarin denk ik een gemeente of 200, 250 geadviseerd de afgelopen jaren over hoe dat ze dat het beste kunnen doen. En ik schrijf op dit moment ook aan de Vrije Universiteit Amsterdam een proefschrift over het onderwerp. Dus in een iets breder verhaal. Het verdelen van schaarste en het recht wat erop van toepassing is. En dat is dan recht wat dus ook van toepassing is verklaard op dit soort vraagstukken. Wat als je als gemeente partijen opdrachten wil geven of wil subsidiëren om in het sociaal domein wat te doen. Dus welzijn, begeleiding, WMO, jeugdzorg. En als laatste wat ik toch altijd maar noem, de meeste mensen die mij volgen en kennen, die weten dat wel, is dat ik zelf ook ervaringsdeskundige naaste ben, zoals het mooi heet. Dat ik een zoon heb van 13 met klassiek autisme. En via die route ook veel met het sociaal domein te maken heb. En vanuit de andere kant, om het zo maar te zeggen. Het klinkt misschien heel vreemd voor iemand die ook op zijn profiel online heeft staan, dat hij gespecialiseerd is in het aanbestedingsrecht. Dat ben ik ook, dat is mijn eerste specialisme. Maar ik vind het eerlijk gezegd, zeker voor het onderwerp waar we het nu over hebben, het sociaal domein, is het meest vreemde rechtsgebied wat je maar kunt voorstellen. Want het aanbestedingsrecht is, als je dat uit elkaar haalt en ook als je kijkt hoe het is ontstaan, is dat vooral bedoeld om een overheid die een opdracht heeft en een partij die opdracht wil uitvoeren, om die op een bepaalde manier bij elkaar te brengen. En als je ook nog verder kijkt in de geschiedenis van het aanbestedingsrecht, was dat vooral bedoeld ook voor de aannemerij. Daar zijn de eerste Europese regels ook ooit voor opgesteld om in de aannemerij wat te doen met aanbesteden. Nou, wat je ziet, en je ziet dat dus ook sinds 92 en eigenlijk nog beter vanaf 2000, nou pak een beet, 5, nog wat laat 2012, zie je steeds meer dat ook in de zorg en het sociaal domein terechtkomen, dat recht. En dus nu ook gemeenten die daar gebruik van denken te moeten maken, bij aanbesteden of het inkopen of het financieren, organiseren van welzijnstaken, WMO en jeugdzorg. Ik vind het niet het meest geschikte instrument om dit soort diensten goed te organiseren voor een groep waar je het uiteindelijk voor doet. En dat zijn de mensen die gebruik moeten maken van die dienstverlening. Omdat, wat ik net al aangaf, dat instrument ooit is bedacht om een overheidsorganisatie en eigenlijk dus een aannemer, als we helemaal teruggaan in die geschiedenis, bij elkaar te brengen om een bouwwerk neer te zetten. Maar we hebben het hier niet over een gemeente die een brug laat bouwen. We hebben het hier over een gemeente die heel veel mensen in zijn gemeente moet voorzien van zorg en ondersteuning en hulpverlening. En heel veel mensen die zorg, ondersteuning en hulpverlening ook willen bieden. Die groep,
Dus de hulpverleners en de eindgebruikers van die hulpverlening komen in heel het aanbestedingsrecht niet voor. Die spelen daar niet een rol. En wat gemeenten wel doen, ik noem dat altijd optisch mooi maken, is dat soort mensen uit die groep dan wel een rol geven om bijvoorbeeld ook een plannetje te beoordelen of een presentatie te geven of aan inspraak te doen. Maar daarmee vergeet je al die mensen die daar niet aan meedoen, die ook die zorg verlenen of ook die zorg nodig hebben. Kijk, het is ook een beetje hoe je als politiek, dus als gemeenteraad in het geval waar we het nu over hebben, aankijkt tegen hoe dat je het sociaal domein, zoals het dan zo mooi heet, wilt organiseren en welke rol jij bepaalde groepen daarin wilt geven. Kijk, als jij als politiek besluit dat efficiency op een bepaalde manier moet worden georganiseerd, dan kun je zeggen als raad, en vervolgens ook opdracht meegeven aan het college, doe dat eens met 3 grote zorgaanbieders en die moeten er maar voor zorgen dat alle mensen daar komen te werken. En die moeten er dan ook voor zorgen dat alle zorgvragen in mijn gemeente goed worden bediend. Dan heb je een bepaalde invulling gegeven aan efficiëntie en dan kun je dat natuurlijk ook prima met een aanbesteding ook nog organiseren. Dan maakt het je ook niet uit welke partij dat wordt. Dan wil ik gewoon 3 grote die dat doen. Regel het maar. Maar op het moment dat jouw insteek is, en stiekem zie je dat vaak staan in stukken van de raad en politieke programma's en beleidsstukken, dat vooral het gezin centraal moet staan en de professional moet de ruimte krijgen. Hè, dat zijn altijd die termen die je voorbij ziet komen. Dat verhoudt zich niet tot die invulling van efficiëntie. Dus als je het discours zou omdraaien, ook in een raad, en zou zeggen, laten we dat als uitgangspunt nemen, wat we zelf zeggen dat het als uitgangspunt zou moeten dienen, namelijk de gezinnen centraal en de hulpverleners die daar iets goeds kunnen doen, die ruimte geven. Welk arrangement juridisch gezien past daar dan het beste bij? En hoe moeten we dan ook efficiëntie invullen? En dat kan dus betekenen dat het iets duurder is dan wanneer ik via een aanbesteding 3 grote aanbieders contracteer. Maar daar krijg je dan die kwaliteit voor terug die je wil op het moment dat je die terminologie gebruikt. Dus ik zie ook in de praktijk bij gemeenten en in raden heel veel schizofrenie, om het zo maar te zeggen. Dus aan de ene kant zeggen we willen dit, maar vervolgens de instrumenten erbij gebruiken die daar eigenlijk niet zo goed bij passen. En dan heel krampachtig toch proberen in de argumenten om die twee werelden bij elkaar te brengen, terwijl als je een beetje goed luistert en kijkt, eigenlijk ook wel ziet dat dat niet kan. Als je kijkt naar zowel de WMO als de jeugdwet, dan staat daar letterlijk in dat de gemeenteraad het gremium is waarbinnen moet worden besloten hoe moet het sociaal domein eruit zien in onze gemeente. Daar vindt die besluitvorming plaats en vervolgens wordt er een opdracht gegeven aan het bestuur om dat te gaan realiseren. En wat ik wel veel zie in de praktijk, is dat de gemeenteraad daar te weinig concreet in is. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld als gemeenteraad zeg, college, dat is ook zo'n term, hè? Ga vooral doen wat nodig is en werken volgens de bedoeling. Ja, dan kan ik als college alle kanten uit. En wat je dan ook ziet, is omdat colleges en ambtelijke apparaten echt op zoek zijn, vooral ook naar het behoud van kwaliteit, maar wel binnen de financiële kaders willen blijven, want alle gemeenten hebben natuurlijk financiële problemen als het gaat om dit soort vraagstukken, gaan ze ook naar elkaar kijken. Van welke gemeente doet iets wat misschien beter is dan wat wij doen, en dan gaat men elkaar heel snel kopiëren. En als je als raad dat ook niet in de gaten houdt, dan kun je zomaar een model van een andere gemeente, even excusez-le mo, in je mik geschoven krijgen. De oplossing die ik vaak aanreik aan gemeenten, als ze zeggen, ja, we weten eigenlijk wel met wie we willen, maar ja, die concurrentie die moeten we stellen, dan zeg ik vaak van ja, wel als je een contract sluit. En als je dus een privaatrechtelijke overeenkomst, zoals het juridisch heet, sluit. En ook als jij subsidieert zoals je dat altijd hebt gedaan, dan is er ook allerlei jurisprudentie die zegt, ja, dan geldt dat neoliberale gedachtegoed weer. Hè? Concurrentie is goed, dus ook bij subsidies moet je iets met mededinging doen. Maar er zijn nog uitzonderingen in het subsidierecht die het mogelijk maken om bijvoorbeeld als jij een stichting wijkteams hebt in de gemeente, om die op je begroting te zetten als raad ook nog, notabene, dus de raad heeft daar ook nog een rol, om die als raad op je begroting te zetten met een bedrag en te zeggen, nou, deze activiteiten gaat die lokale stichting, omdat die dat heel goed doet, lokaal geworteld is, de professionals heeft, de mensen kent, de infrastructuur heeft enzovoort, mogen die voor dat bedrag die activiteiten uitvoeren. En dan ben je ook niet gebonden aan drempelwaardes, waar je bij aanbesteden wel aan gebonden bent, maar dan moet je dus bestuurlijk en politiek lef tonen, omdat er een hele hoop economen, juristen, advocaten, hoogleraren,
heel snel zullen komen met van ja, maar voor die contracten en al die subsidies geldt die concurrentie, dat geldt hier ook. En dan denk ik van ja, dan moet je als politiek en bestuur ook gewoon het lef hebben om te zeggen ja, als we de juridische literatuur erop naslaan, daar blijkt dat helemaal niet uit dat daar ook moet. Dus zolang we geen rechter hebben die zegt dat dat niet mag, gaan we dat doen. En waarom ik dat belangrijk vind, dat politiek en bestuur dat een keer doen, is omdat ze het tegenovergestelde wel doen. Als namelijk een rechter iets zegt wat nadelig is voor burgers van gemeenten in het sociaal domein, dan zie je dat gemeenten dat heel vaak snel overnemen omdat het financieel voordeel oplevert. Dan zou ik zeggen, redeneer ook een keer de andere kant op. Als iets voordelig is voor jouw samenleving en er is helemaal nog geen uitspraak van de rechter die zegt dat het niet mag, doe het dan eens gewoon. Ga dan ook gewoon eens voor die burger staan en je lokale gemeenschap staan en doe het. Maar dan moet je durven. Dat is eigenlijk kort de laatste zin van Tim Robbe valt in het kort samen wat hij eigenlijk net zegt. Van, het gaat er eigenlijk om van gemeentepolitiek moet bereid zijn en zich genoeg verdiepen in wat is het maximale kader dat we kunnen hanteren om te zorgen dat we het voor de burgers van de lokale samenleving zo goed mogelijk regelen. Daar wil ik graag, ben ik echt benieuwd naar jullie reactie hier daarna. En dan ga ik het eerst aan Jantien vragen, want die hebben we helemaal niet gehoord vandaag. Nee, sorry, wat was je vraag nog even? Mijn vraag was eigenlijk jullie eerste reactie op, op de bijdrage van Tim Robbe. Ja, ik kan alleen maar voor zijn dat zij het belang van de burgers en hopelijk ook de mensen die het werk doen voorop stellen. Dat lijkt me het meest duurzame. En dan bereik je ook het doel als gemeente. Ja, eigenlijk wat ik hem ook hoor zeggen is dat efficiëntieslag, het administratieve, dat zich dat wat moeilijk laat passen op het werk wat je eigenlijk wil doen in een samenleving. Gezinnen helpen, samenlevingen helpen, buurten helpen. Dat, ja, ik bedoel, als ik moet schrijven hoe lang ik samen met iemand een kopje koffie drink, dan ben ik niet bezig met het gesprek wat ik daar misschien heb. Nee, dat horen wij als vakbond ook heel vaak. Dat die bureaucratie of die bureaucratiedruk, dat heel vervelend wordt ervaren voor mensen. Dat geeft heel veel druk en maakt ook dat het werk minder leuk is. En je voelt je gewoon minder nuttig, want je wil met de mensen bezig zijn en niet met administratie. Nee, nee. Jos, ik zag jou ook een aantal keren knikken, reageren. Ja. Het is interessant om hier mee te kijken en het lichaamstaal te lezen. Ja, je mag niks zeggen bij zo'n... Nee, het is lastig. Het is een filmpje. De microfoon stond ook dicht. Maar kijk, wat Tim doet is zoeken naar andere procedures en andere mogelijkheden. En hij roept eigenlijk de gemeentelijke... de gemeentelijke democratie of de politici op om creatief te zijn en lef te tonen. En daar ben ik het heel erg mee eens. Want wat in deze procedures, die dus heel juridisch bepaald zijn of ingevuld worden of procedureel zijn, ook vanwege de angst dat als er iets fout is, kan er een partij zetten politiek en de lokale politiek en de gemeenschap zichzelf buitenspel. Het is een beetje een soort technocratisch spel en dat moet allemaal in die procedure worden gewichten en punten bedeeld aan allerlei partijen die daarin meedingen in een concurrentie. En wat hij eigenlijk zegt is, trek het weer naar je toe. Bepaal je eigen uitgangspunten. Kijk wat je nou eigenlijk wil bereiken en wie daar een rol in speelt. En kijk vervolgens hoe je dat bestuurlijk of subsidietechnisch in elkaar zet. En probeer daar lef te tonen. Ik vind dat, kijk, als je die uitdaging opneemt, dan wordt het ook weer leuk om gemeenteraadslid te zijn. Ja, dat betekent dat je wel even flink dossier moet gaan vrezen. Dan moet je stoeien met je collega's om te zeggen van, hey, wat willen we nou eigenlijk en hoe ziet dat eruit en hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Ja. En dan ben je zelf speler in het geheel in plaats van toeschouwer van procedures die kennelijk vanuit Brussel tot hier doordruppelen en vaker door juristen bepaald worden dan door sociale professionals. Ja. Mag ik daar ook nog wat op zeggen? Ja, maar gewoon zeker. Ja, ik denk ook dat de gemeenteraad... Ik ben het wel eens met hoe hij afsloot. Want het vereist inderdaad lef, maar ook een beetje doorzettingsvermogen om je te verdiepen in een veld als dit, als jeugdzorg. Maar ik zou zeggen, leer ook eens een jaarrekening lezen van een zorgaanbieder. Doorgrond waar dat geld nou precies aan besteed wordt. En durf ook gewoon daar vragen over te stellen. Het is helemaal niet raar om te controleren op de rechtmatigheid van zorg. Dat is zeg maar onze expertise geworden. Maar we zien ook gewoon dat veel te weinig gemeenten dat nog doen.
is het wel rechtvaardig dat een kind drie keer hetzelfde hulptraject doorloopt? Nee, ik denk van niet. Dan helpt het dus niet en dan moet je iets anders verzinnen. En ook het stapelen van lichte hulp op lichte hulp. Als dit niet helpt, dan gaan we dat doen. En als dat niet helpt... Nee, als dat kind meteen de hulp nodig heeft die weliswaar heel duur kan zijn, dat is ook zo, stuur het dan meteen naar de juiste hulpverlener die hem kan helpen. En niet eerst aanmodderen in de lichte varianten. Want dat maakt de situatie er niet beter op. Nee, dus ook niet voor de financiën. Ja. Het veronderstelt natuurlijk wel dat je heel snel weet wat er aan de hand is. Ja. De problematiek is vaak natuurlijk zo ingewikkeld dat al die misroutes, zeg maar, soms ook in de aard van de problematiek liggen. Dus het is een heel complex veld, hoor, die jeugd. Het is niet zo dat je makkelijk zegt, nou, weet je wat, we zien het hier, we hebben een testje gedaan en deze heeft zwaar specialistische hulp nodig. Nee. Het is een complex spel waarin ouders een rol spelen, waar het onderwijs een rol speelt en waar, waar professionals een rol spelen die vaak ook het ook niet weten. Dus dat maakt het natuurlijk wel even nog iets ingewikkelder. En dat roept ook allerlei schijnoplossingen op. Er wordt vaak iets geprobeerd. Kijk, een van de grote dingen is het efficiënt werken. Dus je moet eigenlijk evidence-based werken. Je moet eigenlijk alleen datgene doen, zeggen de subsidies, wat werkt. Maar als je gaat kijken hoeveel methodes in de jeugdzorg, ook zelfs in de specialistische zorg, aangetoond, wetenschappelijk bewezen, effectief werken, dat zijn er 5 of 6. Ja, daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Vaak omdat het natuurlijk een heel complex proces is. Je moet de ouders erbij betrekken, je moet de school erbij betrekken, je moet een beetje mazzel hebben. Nou, en daar heb je die regie mogelijkheid. Maar dan is hebben denk ik een andere, een herdefinitie van efficiëntie nodig. Dat je zegt van korte termijn zo weinig mogelijk geld En dat is eigenlijk een pleidooi dat je dus niet heel erg snel op resultaat of effectiviteit of op budget. Je moet die mogelijkheid hebben om te kunnen zoeken, zeg maar, om een effectieve oplossing en niet moeten vluchten vanwege het dictaat dat je dan maar eerst even iets goedkoops probeert. Ja, dat is sowieso, dat gaat zeker mis. Maar dan betekent dat, ik zie jou een paar keer echt zo met je wenkbrauwen reageren, dus ik neem aan dat je dan wat op wil zeggen, Margot. Ja, vaak is, veel gemeenten sturen nu op geld en dat gaat heel erg over, zijn de protocollen wel gevolgd, weet je wel, dat... Maar ze kijken nog maar weinig naar wat die kinderen echt nodig hebben. Wat professionals zeggen in het werkveld. Hoe zij de hulp in willen richten. De gemeente speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Maar dat plat op bezuiniging zitten, dat zie je nu ook wel. Dat heeft gewoon niet per se opgeleverd wat we van tevoren ervan gedacht hadden. Nee, dus... aan twee kanten niet qua geld en niet qua hulpverlening die jeugd daarin nodig heeft. Ja. Gaan in verband met de tijd gaan we naar onze laatste gast toe. Jantien van Oppen, vertegenwoordiger van FNV. Jij zit echt in het sociaal domein. Jij onderhandelt mee over de cao's en de voorwaarden die er zijn. Een van de dingen, en u kaart het net ook aan, is van nou, als je zegt van je zit aan het eind van de aanbestedingstermijn als organisatie, dan ga je ook niet hele lange commitments aan met mensen. Want je weet zelf niet of jij de partner bent in de stad die het blijft doen. Wat merk jij? Ik doe mijn best om het zo goed mogelijk samen te vatten. Wat merken jullie als onderhandelaars in het sociaal domein als het gaat over CEO? Wat merken jullie iets van de verandering die er sinds 2015 of misschien wel eerder heeft plaatsgevonden in die hele aanbestedingssystematiek? Nou, zo lang doe ik nog niet de CEO. Zo lang ben ik niet betrokken, dus ik kan niet zo goed een vergelijking maken. Maar ik herken gewoon heel erg de verhalen van Saskia ook wel en wat hiervoor ook wel gezegd is. Die onzekerheid, dat mensen dan niet weten waar ze aan toe zijn, dat is natuurlijk echt heel vervelend. En als je kijkt naar sociaal werk, is dat werk wat echt, het gaat om de mensen, dat is het kapitaal van de organisatie, die doen het werk met deze mensen. Dus het is wel heel belangrijk om daar heel zuinig mee om te gaan, als je kwaliteit wil van sociaal werk. En als er steeds wisselingen zijn, korte contracten, onzekerheid, dan is dat lastig. En wat ik ook zie in de praktijk is dat bijvoorbeeld jonge getalenteerde mensen die net nieuw komen in het veld, dat die tijdelijke contracten krijgen. En nou ja, je hoort het ook bij mensen die het werk al heel lang doen. Als je dan geen zekerheid krijgt, dan gaan mensen toch voor iets anders kiezen.
En dat is zonde, want we hebben ook een tekort. En het is ook werk wat, niet iedereen kan het, wat ik ook hoor uit de praktijk. Je moet ook wel natuurlijk de opleiding hebben, maar je moet het ook wel echt in je hebben om dat goed te kunnen doen. En ik denk dat we hier zitten en dat we hierover praten, zeg maar, voordat er beslissingen worden genomen, dat dat een hele belangrijke stap is om vooruitgang te bieden, zeg maar, in het proces en om de kwaliteit te verbeteren. Dus ja, ik vertegenwoordig natuurlijk mensen. Je vertegenwoordigt meer de werkers. Ja, ja. Ik vertegenwoordig de werkers, de sociaal werkers, mensen die vallen onder de CEO sociaal werk. Dat zijn toch 55.000 mensen in Nederland. En het belang is dat zij gewoon dat het goed voor hun geregeld is en dat ze het werk blijven doen en dat ze niet uitvallen. Ja, een van de dingen die, als ik terugdenk aan het eerste gesprek wat we hoorden, de bijdrage van Saskia Batenburg, of Sandra Batenburg, die zei ook van, en bij haar zag je het letterlijk aan haar gezicht, hè, aan haar lichaamstaal, op het moment dat ze zei van ja, we hadden de regie, we kregen de ruimte om dingen uit te proberen, en we gingen de wijk in, we hadden die bakfiets, nou je zag de ogen, zag je heel erg opleven. Een van de dingen die we weten over mensen gemotiveerd houden, is het gevoel hebben dat ze zelf de regie hebben over iets. Ja, dat ze een bepaalde mate van autonomie hebben. Hoe kunnen organisaties eigenlijk, hebben jullie als vakbond daar überhaupt iets over te zeggen? Wat zou voor organisaties, grotere organisaties, kleinere organisaties, een middel zijn om aan de ene kant te zorgen dat het loopt wat de gemeente zeggen dat moet, maar aan de andere kant ook te zorgen dat de kwaliteit van de zorg in de wijk op een goede manier blijft werken. Want het gaat om heel veel verschillende activiteiten, heel veel verschillende niveaus waarop je bezig bent. Ja, nou ja, ik denk dat als er zekerheid is in een organisatie en voor mensen, dat er dan ook ruimte komt voor innovatie. En ik denk dat er ook, ik zeg niet dat het vanuit de organisaties niet is, want ik denk dat wij als vakbonden ook, want we zijn natuurlijk met drie partijen, de werkgevers, vakbonden en de gemeentes, dat wij ook steun bij elkaar moeten vinden als werkgevers en vakbonden om samen op te trekken. Want er moet gewoon meer continuïteit komen, meer zekerheid en dan ontstaan. En ook meer vertrouwen in de professionals, dat die dingen kunnen, ja, en dat ze capabel zijn. Ja, want een van de dingen die ik hoorde en waarvan ik weet, er zijn meer initiatieven die een beetje op die manier worden ingestoken in steden, is dat je juist zegt van je brengt partijen bij elkaar. Je kunt aan de ene kant het traditionele of het welzijnswerk hebben, maar je raakt denk ik ook heel vaak aan de zorg. Hè, ik bedoel, als je wijkteams hebt, ik heb wel eens gesprekken gevoerd met mensen met wijkteams hier. Nou, dan is de zaak is dat je achter de voordeur komt, maar de zaak is ook dat je weet van, ja, welke zorg hebben mensen nodig. En dat kan medische zorg zijn, dat kan thuiszorg zijn, wijkverpleging of misschien wel heel andere zorg. Dus het sterk maken van een netwerk in die stad, zorg dat het netwerk sterk blijft, dat essentieel is. En wat is de ruimte die je daar als individuele werknemer in kan innemen? Is die er? Denk het wel. Dat zou ik zo ook geen antwoord op weten. Maar wat we misschien hier wel op aansluiten en wat ook wel misschien heel positief is, is dat sociaal werk wel enorm rendeert. Dus dat is misschien ook een boodschap aan de politiek. Uit onderzoek blijkt dat elke euro die je besteedt aan het maatschappelijk werk, dat die met 1,6 euro terugkomt. Dus het loont enorm om te investeren in sociaal werk. En doe het dan ook echt op kwaliteit, want je krijgt het echt wel terug ook weer als gemeente en als maatschappij. Daarnaast, omdat je noemt de zorgketen, en dat is ook een hele belangrijke, interessante, dat je ziet gewoon als een goede sociale, dat een sociaal werk goed loopt, dat er dan minder doorstroom is naar de tweede en de derde lijn zorg. Nou ja, we weten allemaal wat een enorme drukte staat op die zorg en tekort aan personeel. Dat weet ik ook van mijn collega's. Daar lopen we allemaal erg tegen aan. Dus daarom is dat sociaal werk denk ik extra belangrijk ook. Want het blijkt echt uit onderzoeken dat het enorm helpt om dat dus te stoppen. Ja, dus als je vroeg erbij bent, om het zo maar te noemen, op tijd bij mensen de aansluiting vindt, dan zorg je dat je eigenlijk langere termijn
levert je dat geld op? Want dat is ja, geld en nu hebben we het over geld. En dat is natuurlijk waar we het al eerder over gehad hebben, vrij vreselijk. Daar is aanbestedingen ook niet voor. We hebben het over mensen. En dan wil je het niet alleen maar hebben over efficiëntie, maar het gaat ook om kwaliteit van leven voor mensen. Ja. En als zij daardoor niet naar het ziekenhuis hoeven of langdurig opgenomen hoeven te worden, omdat het in een vroeg stadium de juiste hulp en ondersteuning is gekomen. Ja, dan heb je gewoon een mensenleven zoveel mooier gemaakt. En ook een community kun je daarbij helpen. Dus dat is... Nou, lijkt me heel waardevol. Ja. Ik kreeg steeds twee vingers vanuit de zaal. Dus Arno loopt rond met een lange microfoon. Hallo, ik ben Ingrid Zwakman. Ik ben opbouwwerker in een van de wijken in Haarlem. En ik zit in een sociaal wijkteam. Ik ben in 2015 in een sociaal wijkteam begonnen. Met een aantal mensen. Bijzonder enthousiast en pioniers. Want we zouden het eindelijk in de wijk gaan doen met z'n allen. Wat ik heel lastig vind om nu over na te denken in de procedure, is hoe we de voorwaarden die nodig zijn om de kwaliteit te blijven leveren die we aan het opbouwen zijn, hoe we die in die procedure kunnen meenemen. Ik merk dat we de laatste jaren heel erg ook samen met de gemeente hebben gezocht naar verbeteringen en ook dat integraal werken, interdisciplinair werken. We hebben in een evaluatie eruit gekomen dat juist de sociaal wijkteams in Haarlem heel erg nabij zijn gekomen, dus echt heel erg de wijk in zijn gekomen. En ik heb zelf het idee, in de wijk waar wij zitten, dat we veel meer in de haarvaten zijn gekomen dan dat ik daarvoor had gekund. Dus ik vind dat echt een hele positieve ontwikkeling. Wat ik nu lastig vind, is dat er een aanbestedingsprocedure helemaal bovenover gaat. Het ging net even over hoe betrek je bewoners en professionals hierbij. Het is allemaal onder geheimhouding. We kunnen wel iets roepen binnen onze organisaties van denk vooral hieraan. Maar dat is allemaal geabstraheerd van wat we dagelijks in de wijk doen. En ik vraag me af hoe we in die hele procedure de kwaliteit die we leveren zichtbaar kunnen maken. En hoe ik dat doormodderen waar jullie het over hebben, waar ik 7 jaar lang in een wijk mee bezig ben, hoe ik dat zichtbaar maak. Want dat is niet in efficiëntie uit te drukken. Maar graag, als die aanbesteding zo erg gaat als die is, hoor ik graag van mensen, hoe zorgen we dan dat die kwaliteit in de procedure ook werkelijk kan worden meegenomen en dat ik dat kan laten zien. Dat het in dat abstracte stuk een pluspunt wordt. Ja, het is nu, alles is onder geheimhouding. Ik kan niet eens, binnen de gemeente mogen we met niemand meer praten. Ik werk echt dagelijks met mensen, met gemeenteambtenaren, waarin we echt De stap naar de wijk gezamenlijk maken. We nemen de gemeente ook mee de wijk in. Meer dan dat het was, denk ik. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik nu met mensen samenwerk. De communicatie moet min of meer ook verbroken worden, want we mogen het niet meer daar en daar over hebben, want dat is allemaal aanbesteding. Onze eigen organisaties, de directies daarvan, werken ook onder geheimhouding. Ik mag iets roepen. En dat, ja, ik hoop dat het meegenomen wordt. Maar hoe kunnen we zorgen dat waar we mee bezig zijn ook werkelijk ergens gehoord wordt? Ja. Nou, ik ken natuurlijk de precies, maar het verbaast mij wel hoor. Laten we zeggen, het tekenen van het bestek of van onder welke condities de aanbesteding dadelijk vorm krijgt, is natuurlijk helemaal niet geheim. Weet je, dat zijn openbare, want de partijen die zouden intekenen moeten daar in ieder geval kennis van nemen. Dus, en de kunst is natuurlijk eigenlijk dat datgene wat jij de afgelopen 7 jaar hebt gedaan en de kwaliteiten die daarin zitten, en misschien moet je dat met je collega's en met je organisatie doen, dat je die operationeel maakt. En dat kenmerken zijn van, dat betekent in die haarvaten zitten. Dat betekent een bepaalde expertise hebben. En dat zijn allemaal kenmerken die je in een bestek, waarvan de gemeente moet zeggen, kan beschrijven, zeg maar. Dus zijn we dus heel erg hard mee bezig. Maar ik merk precies Nu, door de hele procedure, dat ik zowat de helft van de tijd bezig ben om te zorgen dat er in de aanbesteding komt waar ik mee bezig ben. Ja. Maar dat ik geen tijd meer heb om ermee bezig te zijn. Ja. Ja. Omdat dat gaat 1,5 jaar duren. Ja. Ja. En dat vind ik lastig. Dus ja. Hoe het ook gaat, een aanbesteding door of niet, hoe maken we zichtbaar en hoe zorgen we dat die kwaliteit die we leveren en het leerproces wat we doormaken, want dat is het ook. Het is niet een kwestie van daar is kwaliteit, dat is evidence-based, doe het hier ook maar. We zijn niet aan het ontwerpen, we zijn aan het ontwikkelen. En dat is heel veel waard met bewoners. Hoe maak je een ontwikkelingsproces zichtbaar terwijl er op resultaten wordt afgerekend? Het proces is minstens zo belangrijk
als de resultaten waarop afgerekend wordt, waarop geturfd wordt van hoeveel keer heb je dat gedaan, hoeveel keer heb je dat gedaan. Ja, ja. Dit is, bedoel, over 2 weken praten jullie hier op dezelfde tafel met de gemeenteraad. En ik zou zeggen... Is dat een punt wat we mee moeten nemen? Ja, dat citaat, dit dilemma, want je komt eigenlijk niet eens aan je werk toe. Dat is een van de bijeffecten van dit hele systeem. Ja, die moet je daar op tafel leggen. Ja. Want dan moeten, en ambtenaren en wethouders en politici een antwoord op geven. Ja, ik krijg ook het signaal van Arno. Nu hier? Oké, ja. Oh. Ik werk als manager maatschappelijke opvang bij Stichting Ontmoeting. En ik was al een beetje benieuwd naar hoe je nou... we hebben een aantal dingen voorbij horen komen. Dus iets over aanbieders en vercommercialisering waar we... En niet voor zijn, waar we volgens mij wel veel van kunnen leren op bepaalde gebieden, maar in de brede zin niet per se voor zijn. Tegelijkertijd hebben we het over het kapitaal, zeg maar, wat onze werknemers met name zijn. Nou, dat horen we hier ook. En ik hoor ook jou, met name Jantine, ook zeggen van vanuit de FNV willen ook die werknemers heel vertegenwoordigen. Als je dat vertaalt, zeg maar, naar de Haarlemse praktijk, dan zie je ook een aanbesteding komen met een taakstelling van, met een forse taakstelling daarin. En zijn er onderhandelingen rondom een nieuwe cao, hè, straks? Nu precies? Ik weet toevallig dat jij, mijn collega, daar ook over aan tafel zit. Maar hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zeg maar? Hoe breng je dus aan de ene kant de wensen van werknemers en misschien wel terechte wensen? Hoe neem je die mee? Maar aan de andere kant hou je rekening met een taakstelling en met de kwaliteit die je graag wil behouden. En kwaliteit in medewerkers, zeker als je ze dus 7 of 10 of 12 jaar in een wijk wil hebben, die kost best wel wat geld. Hoe kijk jij naar die spanning? En wie is jij in dit verband? Ik ben vooral benieuwd naar Jantien. Ik in de CEO hebben we ook iets opgenomen over overnames. Dat werkgevers in principe over moeten nemen. Maar er zit nog best wel wat ruimte in voor werkgevers. Ik zou ook als een gemeente in het bestek zou ik ook op laten nemen dat de continuïteit moet zijn van medewerkers. En ja, dat is duurder, dat is al eerder gezegd. En wij krijgen natuurlijk ook vaak te horen dat het te duur is, dat de gemeente niet wil betalen, zelfs voor loonsverhogingen in de CEO, die gewoon verplicht zijn, dat ze dat niet kunnen betalen. En daarom heb ik ook al eerder gezegd, dan moeten wij als vakbonden ook optrekken met werkgevers, om toch echt daar iets aan te doen richting de gemeentes. Van ja, goed, dit is gewoon wat het kost. Ik denk dat we daarin moeten samenwerken. En ik zou ook willen opperen dat er in het bestek al iets wordt opgenomen over de rechten van werknemers. Zodat in ieder geval ook meer onzekerheid die er nu is en onrust voor werknemers. Van ja, heb ik straks nog wel een baan? Mensen die het werk al zo lang doen, ja, met heel veel plezier, die dan opnieuw moeten solliciteren. Ja, voor mij klinkt het onlogisch. Dus ik zou zeggen dat daar ook iets over op moet worden genomen. Nog een vraag. En volgens mij hadden we ook eentje op de chat. Dus zullen we eerst even degene op de chat pakken? Ja, er komen wat meer opmerkingen binnen dan vragen. Maar in ieder geval misschien wel relevant om te melden dat John Schrama namens FNV Haarlem laat weten dat ze binnenkort met een lokale monitor gaan starten om het zorgbeleid echt te gaan meten van de gemeente Haarlem. Mag ik daar reageren? Ja, het is heel goed, want ik heb daar net een aantal vragen voor ingediend bij mijn collega vakbondsbestuur lokaal. Dat wordt landelijk gedaan. En daarin gaan we ook een meting doen, dus enquête doen onder alle gemeenten over aanbesteding. Dus daar heb ik ook wel een aantal vragen in opgenomen. Dus dat komt wel weer bij elkaar. Dus dat komt daar. En verder heeft Tim Robben, die doet mee in de discussie en heeft steun voor een aantal inbrengen hier. En laat samen ook met Jordi, die ook een aantal opmerkingen plaatst, toch weten van je moet eigenlijk het een beetje gaan omkeren. Eerst gaan besluiten eigenlijk wat je wilt gaan doen. Dat gaan opzetten en dan pas daarna eigenlijk naar de procedures en de juridische gevolgen gaan kijken. Omdat je nu toch ziet dat er te veel administratieve druk ook is her en der. Klinkt inderdaad ook als een deel van een redelijke samenvatting van weer een deel van de discussie die we gehad hebben. Ik zie Arno nog met de microfoon bij een dame staan. Ik ben Henny Boerlage. Ik werk ook in een sociaal wijkteam. Mijn vraag had beter achter Ingrid gepast eigenlijk, of mijn opmerking.
Dat gaat ook inderdaad over die geheimhouding. Ik zit in het sociaal wijkteam voor de stichting mee. Ik weet vanuit mijn organisatie dat die bij die 15 laatste zit. En dan, wij hebben een luistergesprek gehad met de wethouder. En zij mogen dus niet zeggen wie de andere 15 zijn. Dat is dat geheimhouden waar je het ook... En dan denk ik, dat is toch echt heel raar, hè? Ik weet... Toevallig van Doc zit daar ook bij. Ik zeg het ook gewoon, hè? Want dan denk ik, ik heb helemaal niks met die geheimhouding te maken. Wij zijn niet ondertekend, toch? Nee, maar wij zijn ook een goed draaiend team. Maar blijven wij nog bij elkaar? Want dat is echt de grote vraag. Maar dat is inderdaad, als ik het goed begrijp wat je zegt, zit jij in een wijkteam met meerdere organisaties. Jullie zijn een soort multidisciplinair wijkteam. Ja, daar zitten mensen in van de gemeente. Van de WMO, mensen van DOC, mensen van het Leger des Heils. In andere zitten ook weer mensen van het RIBW, weet je. Dus dat is een clustering van verschillende bedrijven. Ik weet dat wij daarbij zitten. Maar als Inclusio een van de hoofdaannemers wordt, zitten mijn collega's van de gemeente, blijven die nog bij ons wijkteam. Want dat werkt nu heel prettig. Wij hebben hele korte lijntjes. En je hebt je netwerk ook. Hoe blijft dat? Ik vind dat echt heel zorgelijk eigenlijk. Dat is een punt van zorg. Dank je wel. Ja. Ik kijk even naar de tijd, Arno. En ik kijk even naar Arno. Arno is ook mijn regisseur. Dus vanuit ik constant in de gaten moet houden van waar zitten we. We zitten namelijk op ruim 9:15. En dat betekent dat we aan de tijd zitten... die we ervoor afgesproken hadden, maximaal 5 kwartier. Nou ja, daarmee is deze discussie zeker niet ten einde. Wat we eerder zeiden, over 2 weken, dat is de datum waar we nu vanuit gaan, 30 juni. Maar hou de website van de pletterij goed in de gaten over de definitieve datum. Dan praten we verder met leden van de gemeenteraad. Ik wil de mensen die online, of de Tim Robbe, hij luistert mee. En Saskia Batenburg wil ik bedanken dat ze de tijd hebben gemaakt om ons eerder te woord te staan. En Jos, Margot en Jantien, jullie, dank jullie wel voor je komst naar de pletterij. En jullie natuurlijk hier in de zaal en thuis achter de laptop. Ook hartelijk dank voor het meekijken. En wellicht tot over 2 weken. Tot dan.